Wijpen Arsen gaat weer samenwerken met zijn vriendin Carice van Houten. De 53-jarige ster, bekend van films als Memento en Brimstone, maakt binnenkort zijn regiedebuut met de psychologische thriller Poor Boy. Het is de bedoeling dat Van Houten een rol in deze film gaat spelen. Tekst gaat verder onder advertentie, dat vertelt P. Arsen in een interview met het Australische blad WHO dat woensdag is gepubliceerd. Carice is een geweldige actrice en elke keer dat ik met haar werk, is een geweldige ervaring, stelt de Hollywoodster. Ik hoop dat ik haar binnenkort kan regisseren. Het is nog niet bekend wanneer de opnames van start gaan. Poor Boy vertelt over een jongen van 7 die erachter komt dat hij mogelijk niet de jongen is die hij dacht dat hij was. Carice speelt zelf ook een van de rollen. De twee acteurs leerden elkaar kennen op de set van de Western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven. Zij hebben samen een zoontje, Moonte, van 4 jaar oud. Carice woont grotendeels in Amsterdam met Van Houten, vertelt hij in het interview met WHO. Moonte gaat nu naar de kleuterschool en we hebben een fijn leven samen. Maar ik leef nog steeds met één been in Australië en dat zal ik nooit opgeven. Buzzelets blokkades.